Daar staat hij dan, de eerste van 5 windmolens bij Zwaagdijk Oost. 85 meter hoog. En dan moeten de wieken van 80 meter er nog op worden gezet. Ik vind ze mega. Dat, liever op een andere plek natuurlijk. Want een tijdje terug ben ik zo'n enorm ding tegengekomen in een andere plaats. En daar ben ik wel van geschrokken. Want dat is gewoon een enorm stuk geweld. En dat gaat echt wel impact krijgen op ons leven. In het 1200 inwoners tellende dorp gruwelen de meesten ervan. Tot aan de Raad van State proberen ze de komst van Windpark West-Friesia te voorkomen. Maar tevergeefs. En ook al zijn er beloftes gemaakt om geluidsoverlast en slagschaduw tegen te gaan, de zorgen blijven groot. Nou, ik ben bang dat we, misschien toch wel niet overweg kunnen met de slagschaduw van de molen bijvoorbeeld. En dat die toch meer herrie gaat geven dan wat ons allemaal wordt beloofd. Dus ja, wat gaat dat met ons doen, met onze gezondheid en dergelijke? Dat geeft me echt wel zorgen, zeker weten. De molens, die genoeg energie moeten leveren voor ruim 10.000 huishoudens, worden in 2019 in gebruik genomen. En in de tussentijd zal ook de bouw nog voor flink wat overlast zorgen. Zeker als je ernaast woont en werkt. De hele dag zit je te stuiteren op je stoel. Stof, herrie, ga maar zo door. Ja goed, het bepaalt op dit moment wel je leven. Ik hoop dat we zonder kleurscheren de toekomst in raken.